Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Buiten de Lijnen. Vandaag ben ik op bezoek bij de plaatselijke voetbalclub van Wietum. Wietum maakt aanstaande zaterdag kans om te promoveren van de vierde naar de derde klasse in een thuiswedstrijd tegen EGVV. Nu is het 7 uur en over een half uurtje begint de training en wel de laatste training. Dus waren wij nieuwsgierig wat ze zouden doen, of er nog speciale voorbereidingen zijn. Dus ik denk dat ik maar eens eventjes de trainer ga opzoeken. En zijn die jongens een beetje zenuwachtig? Weet ik niet. Dinsdag was het echt euforie uit bij Stroe. Diep in blessure maakt Stefan Popper de bevrijdende 2-1. En toen begon het echt te leven. Toen was er echt ontspanning, een biertje erbij. En volgens mij zijn ze nog even bij onze hoofdsponsor wezen een biertje eens drinken. Okay. Dus ik weet niet hoe het nu ervoor staat. Maar dat zal ongetwijfeld spanning zijn. Maar dat is denk ik is dat wel gebeurd zaterdagmiddag. Ja, leuk. Ja. Nou, en als jullie dan promoveren naar de derde klasse, dan is HTC, CSV, ja, dat is grote clubs. Eigenlijk onwerkelijk. Den Ham, ja, Nieuw Leuzen. Ja, dat zijn verenigingen, wat ik ook al eerder aangaf, die hebben meer voetballende leden dan wij inwoners. Dus ja, dat is gewoon geweldig. Ja, 700 zijn het hier geloof ik, of niet? Het is volgens mij ruim 700, ja, ruim 600. Ja. En als je dan ziet dat we 250 spelende leden hebben, dan is het geweldig als je promoveert. Nou ja, dan is het bijna tijd. Dan gaan we maar eens even kijken hoe die jongens het nu ervan afbrengen op het veld. Ja. Kijken of we al wat zenuwen kunnen bespeuren hier en daar. Dus even kijken hoe strak die kopjes staan. Ja, precies. Ja, ik zie ze al lopen, dus René is al... Nou, hier zijn ze dan allemaal. Succes, jongens. Ze gaan zo even strekken en ik ga maar eens even meestrekken. Nou, ik heb even goed gerekt en gestrekt. Ja, ik zag het. Ging je goed af? Ja, ging nog wel soepel. Ja. Nee, maar jij gaat nu verder met die jongens trainen? Ja, over het serieuze bedoel. Maar nu gaan we echt nog even de puntjes, wat ik al zei, op de INEJ zetten voor zaterdag. En dan moeten we zorgen dat we er klaar voor zijn. Hè? Nou, dan gaan we jullie nu even met rust laten. Goed. En dan we komen zaterdag weer terug. Voorbereidingen en al. En dan ben ik benieuwd of deze jongeman nog steeds zo breed grijnzend staat te lachen als dat hij nu doet. Nou, het is een besloten training, dus je mag niet filmen, dus helaas. Oh, ik krijg allures. Nee, komt allemaal goed. Nee, is goed. Nou, leuk. Nou, dan succes nog even. En dan zien we je zaterdag. Vroeg naar bed vrijdag. Die jongens gaan vroeg naar bed. Ja, en dan hoop ik een feestje. Dan kunnen ze het nog zo laat maken als ze zelf willen zaterdag, maar het ligt aan hun. Ja. Maar ik heb er vertrouwen in. Dat het goede afloop wordt en we gaan er gewoon voor. Meer kan je niet doen. Nee, precies. Nou, wij ook hoor. Maar dan tot zaterdag. Tot zaterdag. Nou, dan is het voor nu, zit het erop. De jongens rennen nog even door en dan komen we zaterdag weer bij u terug. Het is vandaag zaterdag 3 juni en over precies anderhalf uur zal de aftrap zijn tegen EGVV. Naast mij staat Eduard Lindeboom, de trainer van het eerste. Is even vragen wat hij aan het doen is. Hi Eduard. Hoe is het? Ja, goed. Wat heb je hier voor een krachtige teksten neergezet? Ja, zoals je ziet slaat dat normaal gesproken op elke wedstrijd. Maar ik ben er wel een trainer van die toch een stukje spanning eraf wil halen. Door middel van wat one-liners af en toe. En daar hoort deze zeker bij vandaag. Zoals je ziet, succes is het resultaat van willen en doen.
Kijk, je kan allemaal wel willen. Iedereen wil ook graag. Maar op het moment dat je in het veld staat en je doet het niet, ja, dan wordt het een lastige middag. Dus dat wil ik ze even op het hart drukken, die jongens straks, als hier de bestuurskamer in komen. Nou, dat waren net nog even een paar krachtige woorden van de trainer. Als het nu niet goed komt, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik geloof dat de jongens nu gaan inspelen en dan gaan we het zo zien. Daar staan we dan, 10-1. Gefeliciteerd. Ja, ongelooflijk. Dubbele cijfers. Ja, normaal ga je bij een korfbalwedstrijd en denk je 10-1, maar je bent echt bij een voetbalwedstrijd geweest, hoor. Dankzij deze jongens, Vitesse, laat je horen! Hartstikke goed. Ga lekker feestvieren. Geniet ervan. Dankjewel. Leuk dat jullie erbij waren. En ik hoop dat jullie nog even blijven. Want volgens mij gebeurt er nog wel iets. Dankjewel. We gaan een biertje drinken. En bedankt dat je mee wilde. Hartstikke leuk. De groet aan iedereen in Zwolle. En de derde klasse. De jongens komen eraan. Ze komen eraan. We komen eraan. Oké, dankjewel. Doeg. Dit was een hele blije trainer. Eduard Lindeboom. Iedereen gefeliciteerd hier. Ik denk dat wij even verder gaan met het feestje. En dan zie ik u de volgende keer weer bij Buiten de Lijnen. Bedankt voor het kijken. En met Irene komt er een einde aan deze aflevering van TV Zwolle Sport, waarin ik in ieder geval nog namens de sportredactie de mannen van Wieten mag feliciteren met hun fantastische wedstrijd. 10-1 werden daar maar liefst. Altijd bijzonder trouwens als je komt bij Wieten. Maar ze promoveren wel. En vandaar dus nogmaals proficiat